Zet je hem op 3, dan ontvang je 3. En 3 hangt hier gewoon al. 1 en 2 heb je
is met de negatieve kier uit, je hand heel op dezelfde plek. Je ademt stevig uit. Ah.
steektijd oefening en toch een andere keer lichaam in de steektijd op. Gaan we staan. Thank you.
ook mee nemen in de... voor de oefening? Voornamelijk te maken met het hele verhaal en het houden. Dit weet ik. Dit weet ik. Deze volgorde vind ik een beetje veel op het moment. Dit weet ik. Maar bijvoorbeeld. Ja, zou ik even samen weten. Want het volledige lachende uit de spanning. Dat ik iets wil ook. Dat trek me wel. En. Ja, dit heb ik nog niet goed op een rijtje. Al denk ik dat ik als ik doe, dat ik wel beheers. Die weet ik. Die weet ik. Nou, dus eigenlijk, dit is een beetje. Dat heb ik een beetje goed op een rijtje. Ja, dus herhalen. Wat ik zie is wel dat ik het niveau al heb. Ik zat met een les terug te kijken. Ik zie gewoon dat ik het niveau al heb. Ja, oh, dat is een mooie. Dat is net dus eigenlijk, is dat gewoon een mooie ja. Voor jou? Om gewoon lekker ja, ik heb nu eens gemakkelijk in te voelen in je lichaam. Ja, ik had om hoe het ook wezen mag, vond ik het moeilijk om het om te houden. En nu krijg ik wat meer concentratie. Dat ik het op een rijtje krijg. Ik probeer het langzaam uit te breiden. Zo, dit weet ik, oké. Okay. Oh, dan gaan we hier gaan. Dan gaan we hier gaan. En dan komt dat en dan komt dat. Dat examen wachten, dat moet in plaats van dat het dat is wel een streep. Ja, nou, ja. Wat wil je het nou? Dan misschien kunnen we vanaf het begin gewoon kijk naar weer komen. En vanaf hier je hebt papier nodig om het en net zoals ik wel vraag. Dat is goed. Dat mag gewoon in de code bij jou. Eerst alle katatori Mikio voor en achter, en dan twee keer om het te. Ja, mag jij doen erbij? Voor ons is katatori. Ja. Thank you.
zeg je niet twee. Echt. Ja, zo een beetje wat je in Rotterdam ziet trainen. Dat je dat ja, super spannend eigenlijk. Ushiro Dori. Dat is die. Dan komt het punt dat ik Katata Dori, Iriminaga, Zenbonaga, Kotogashi. Daar ben ik nu een beetje kwijt. Dan weet ik, Iriminaga is een van de inkomenden, dat is die geloof ik. Hè? Gewoon op jouw manier. Ja. Ja. Ja, ik moet daar een aantal technieken van Katata Dori laten zien. Dan hebben we Yoko Minucci, Shiho Naga, Kotogashi, Irumi Naga. Shio Naga, dat weet ik. Kieren. Ja, dit is zo van ook. Ja, oké. Dan.
show looks. Illuminati coaches. Maar dat mag zelfs een paar. Ja, nu moet ik eigenlijk even kijken, denk hoor. Moet je dan ook nog. Tijd dat ik ook technieken ga kiezen. Nee, ik moet er echt maar niet laten zien, dus ik kan nu wel 1 minuut. Ja. Bijvoorbeeld in de 3, ik doe je al 2 keer. Ja. Maakt het voor jou een grens aan het leven van de les? De techniek heb je makkelijk, je doet het ook niet, daarna begin je van naar dit, nu niet denken. Ja, ik heb het niet op een rij gezet tot nu toe. Dat ga ik doen, dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Ik heb wel een paar dingen die ik heel mooi vind, die ik heel leuk vind. Maar dan wordt het tijd om het niet meer. Ik heb het programma van een ander aan te doen. Ja. Ik heb zelf geschreven, maar dat ik het allemaal zou doen. Ik kan het niet of niet. Hoe drie keer dan. Kan het zijn dat er zo'n maand iets komt, maar dan is het omdat het goed loopt. Ja, en dat ben je wel van. Ik kan die drie vast dan. Ja, ja, ik wil niet. Ik ben er ook samen. En nu even kijken, moet het schieten. Dan de Tantodori, Shomuchi, Yokomuchi, Murutsuki. Mag ik alleen een beetje?
Nou ja, goed, ook Shomuchi en daarna Yokunuchi en daarna Mutsu. Je moet er 6, je hoeft 3 uitvoeringen te doen, maar zeg maar 6 om er maar niet vol te maken. Ja, oké. Okay. Dus wat zullen we doen? Shomuchi links rechts en nog een Shomuchi links rechts. Of wil je gewoon Shomuchi Yokunuchi en dan weer Shomuchi Yokunuchi? Wat is behalve? Ja, en dan weer boven. Ook Shomuchi Yokunuchi. Thank you.
een zwaard. Ja, dat is mijn beroep. Ja, nou, is het altijd zo. Dat valt mij niet mee. Zijn we wel in dan? Wat? Nou, dat nog een soort op manual is. Oh, oké, okay. Dat is mooi. Ja, dat die. twee keer. Ja, wist je met wel twee keer. Beach, beach, tong, chi, bro, bro, switch, touch, beach, knee, tong, chi, oh. En deze. Thank you. Beach, knee, tong, chi, bro, bro, switch.
bij het ook nog zo. Ja, ik heb een paar dingetjes, maar nu voor dit. Ik probeer dit er lekker in te krijgen. Dan gaan we later even kijken. Ja, ontzettend bedankt. Dat is toch anders dan thuis een videootje kijken en in je hoofd erin zitten. Ja. Dit had ik in mijn hoofd, ja, kan ik volledig niet zo. Hoef je niet meer naar te kijken, dan zie je hoe het werkt. Ja. Maar door het zo te doen, is het wel behapbaar. Ja, dat is iets van een trek die ik voel ook wel mooi, dat is het gewoon niet, gewoon wel een beetje mee door. En ja, dat is ook een zwarte ding. Ja. Op maat bij jou. Volgens mij komt er nog eentje aan. Ja, de shooting star. Ja. Mag ik niet hoor. Tellen is wel een uitdaging. Ja. Ik ga tellen, ik doe nog eens. Druk de tellen uit. Ich, Ni, San, Chi, Do, Rok, Shich, Hach, Ku, Ju, Juich, Ni, Ju, San, Chi, Ju, Go, Ju, Rok, Ju, Shich, Ju, Hach, Who need you? Do you each? Do you need? Ik zie dat jij wel weet wat je precies aan het doen bent. Ja, we hebben laatst op de loop een half uurtje achter elkaar gedraaid. En dan is het wel leuk dat je op een gegeven moment kijkt ook zonder ding. Alleen op tellen, dat mag niet. We horen bij het huiswerk. Gaat oefenen, ja. Ja. Lukt het je gewoon überhaupt de Japanse tellen tot 22? Ja, ik raak bij 13 tellen uit. Doe het eens als je wil. Om het extra keer van het handen. Reach, knee, sun, she, go, rock, sit, hatch, who, you, you reach, you need, sun, to go, to rock, to sit, to hatch, to who, need you. Need you. Ja, je is toch alleen 14 jaar met je sit. Ja, altijd. Dat ik zelf onthoud is eigenlijk Ich, Ni, San, Chi, Go, Lok, Chi, Cha, Chi, Ku, Ju. Dus, en daarna komt weer hetzelfde, alleen ja. Ju, Ich, Ju, Ni, Ju, San, Chi, Go, Ju, Lok. Dus dan heb je toch gewoon Ich, Ni, San, Chi, Go. Ja.
ergens in je hoofd, dus bij 10 is het you, en dat is het you each. Maar hij gaat niet bij
jezelf waar je gevoel komt, maar ik verander ook, merk ik. Ik kom bij jezelf. Dat je nu als geschenk krijgt, zeg maar in deze video, dat het zou aan beginnen. Ja. Dat is wat ik zie. En dus maak je geen zorgen over die vormen. Dat poets je zo op. Het zit allemaal in je onderbewust in je hersenen. Dat ja. is geen probleem. Ja. Nou, vanuit die zachtheid maak je het dan wel. Ja, dat is ook wat ik maar niet heb. Dat is echt ontspanning. En als je een fout gemaakt werd van, overmatig inzet en van ballen zit. Ja. Ja. Dat zit er wel aan de maar dus, ik heb het idee dat de tweede vuurexamen toch wel een heel bijzonder examen is. Het is een overgangs. Ja. Ja. Derde Q is gevorderde. Ja. Prima als gevorderde. Tweede Q is gewoon heel. Ik zie dat zelf om zo te wel ervaren. Dan begin je echt te bewegen met key-principes. Dan noem het om de derde cue, maar dan zie je het echt wel beginnen. Dat je daar naartoe mag gaan. Het is gewoon echt wel een heel bijzonder moment van je eigen. Dat zie ik bijvoorbeeld bij jou, zie ik dat ook wel goed. Na je tweede cue, na je Alkmaar, kun je gewoon helemaal veranderen. Dat is gewoon echt een speciaal moment bij Stefan, zou ik ook gebeurd bij mij. Ja, en dat zie ik bij jou ook. Ik zat er gisteren nog even in te zoomen op iedereen. Jij bent daar ook klaar voor. Dus bijvoorbeeld wat ik eerst wat ik vraag is van herhaal het zo even, dat gewoon je performance mooi is, dat jij een goed gevoel bij hebt. Ja, ik heb nog wel allerlei aanmerkingen natuurlijk van. Ik ook. Ja. Maar neem daar gewoon je tijd voor. Ja. En dan kan je dat gewoon een nice onder druk, want dan kun je gewoon extra bij wat op zijn bij jou. Dus het is niet vanuit druk, maar ga gewoon lekker oefenen en lekker principe. En je bent klaar voor die initiatie, voor die sprong, spoen naar. Dankjewel, ik vind het wel bijzonder. Ja, dat is het ook. Na een paar maanden in de rookwolken. Dat is ook een heel mooi, dat is eigenlijk ook heel mooi om daar tegen aantrekking mee te werken. Ik denk Oké, goed dan. Alles is gewoon heel oké.
Dat